Dag kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van CBN Yepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Ik zei het al, u kijkt naar stichting CBN Yepide en we bedanken alle donateurs die het weer mogelijk hebben gemaakt dat wij wederom onze donaties konden brengen voor een aantal personen die daartoe hulp nodig hebben. Zo bedanken wij dan een echtpaar uit Quetta die zakken rijst heeft gedoneerd. Vooral in deze tijd zien we dat allemaal dat personen, gezinnen dat heel hard nodig hebben. We bedanken de donateur dus hiervoor. We bedanken verder marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt en de marktventers die ervoor zorgen dat we weer elke week verse groenten krijgen om dat te kunnen doneren. Daarnaast hebben we heel wat donateurs gehad die dan enveloppes met inhoud hebben gedoneerd. Ook daarvoor bedanken wij u van harte. Heel veel kijkplezier. Mevrouw Bidya Wati die krijgt er een zak rijst van een donateur uit Quetta. En dat is dan een zak rijst van 5 kilo. En ook nog de groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai. Verder krijgt mevrouw Widya van de heer Abdul Sahid Jan Mohammed. Op 28 april wordt hij 76 jaar. En meneer Abdul Sahid Jan Mohammed is van de commissaris Wijtingweg. Abgat Pathuis van leiding 11, commissaris Wijtingweg, één envelop met 500 SRD. De heer Soerin Oudit en gezin uit Nederland Rotterdam. Meneer Soerin Oudit, 55 jaar. En u krijgt er van meneer Soerin Oudit, hij is op 28 februari 55 jaar geworden, een enveloppe met 500 SRD. En van een anoniem heer krijgt u ook een envelop. Kusmate Bolle, mevrouw Widiawati, wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, die donateurs die groeten heeft gestuurd, heel hartelijk bedankt voor haar. En die reis van? Is van ook een donateur die is naam namange, wil geen naam. Ja. Is ook hartelijk bedankt voor die reis van 5 kilo. En namens Soerin Oudit en gezin Nederland Rotterdam, 55e verjaardag, ook heel hartelijk gefeliciteerd. En Abdul Sahid, Jan Mohammed, 76 jaar, commissaris Wijtenweg, ook heel hartelijk bedankt voor haar verjaardag. En die anoniem hier ook bedankt. Met dit. Is goed, dank u wel. Ja. Wij doneren ook aan de zieke en alleenwonende mevrouw Esselin. En mevrouw Esselin, u krijgt er van een donateur uit Quetta een zak rijst van 5 kilo. En u krijgt er van marktmeester Gautam Dhanai zijn welbekende groentepakket. En dat is namens de marktmeester en Mark Venters van de Centrale Markt. Van de heer Jan Mohammed Abdul Sahid. Hij wordt er op 28 april, 76 jaar. Hij is er van de commissaris Wijtingweg, leiding 11. En u krijgt er van deze heer een enveloppe met 500 SRD. Verder krijgt u namens meneer Soerin Oudit en gezin uit Rotterdam, Nederland. De heer Soerin Oudit is op 28 april 55 jaar geworden. U krijgt er ook van hem 500 SRD. En u krijgt er van een anonieme donateur een enveloppe met 400 SRD. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ja, voor alle drie dingen zo'n envelop, hartelijk bedankt. En voor die reis en groenten ook. En hartelijk bedankt hoor. Mevrouw Kasim Khan, u krijgt er van de heer Abdul Zahid Jan Mohammed. Op 28 april wordt hij 76 jaar. Hij is er van de commissaris Wijtingweg, leiding 11. En omdat hij straks jarig is, stuurt hij dus een enveloppe voor u met 500 SRD, alstublieft.
namens de heer Zurin Udiet en gezin uit Rotterdam, Nederland. De heer Zurin Udiet is op 28 februari 55 jaar geworden. Wij feliciteren de heer Zurin Udiet met zijn verjaardag en hij stuurt er voor u 500 SRD. En we hebben een heer die anoniem wenst te blijven, van hem een enveloppe. Van een donateur die anoniem wenst te blijven uit Quatta, een zak rijst. En van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt en de Marktventers verse groenten. Wat wilde u zeggen aan de donateurs? Ja, ik wil die, is een meneer, ne? Ja, een man en een vrouw. Oh, ik wil die man en vrouw hartelijk bedanken voor die groenten, voor die rijst. En meneer Gautam Dhanai wil ik heel hartelijk bedanken voor die groenten. En die meneer anoniem, heel hartelijk bedankt. En namens Zurin, Udiet en gezin, met de 55ste jaardag, gefeliciteerd met de meneer. En nog vele jaren na deze. En Abdul Shahid, Jan Mohammed, ook is jarig, nou? Ja, 28 april wordt hij 76 jaar. Oh, hartelijk gefeliciteerd met de jaardag en nog vele jaren na deze. Wij doneren ook aan de bejaarde mevrouw Ramdien en zo krijgt ze er dan een zak rijst van een gezin van de Quatta. En dat is dan een echtpaar die anoniem wenst te blijven, maar dat met hun volle hart doneert. En de welbekende groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai. Meester Zurin Udiet en gezin uit Rotterdam, Nederland. Hij is er op 28 februari 55 jaar geworden, mevrouw Ramdien. Ja, meneer Zurin Udiet is op 28 februari 55 jaar geworden. U krijgt er van hem een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. Verder hebben we dan een enveloppe van meneer Abdul Sahid Jan Mohammed. Hij is van de commissaris Weitingweg. Hij wordt er op 28 april 76 jaar. En u krijgt een enveloppe met 500 SRD van hem, alstublieft. En dan hebben we nog een heer die anoniem wenst te blijven. Het is een meneer die het ook uit zijn volle hart aan u doneert. En u krijgt ook een enveloppe van hem, alstublieft. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja, hartelijk bedankt. De donateur aan meneer, deze meneer Dhanai. En voor dat reis, hartelijk dank. Uit heel mijn hart bedank ik jullie. En plus hebben ze mijn gasboom gestolen. Ik weet niet hoe ik moet beginnen. Kan ik niet een lege gasboom van ergens vinden? Alsjeblieft, met van die donateur. Kunnen jullie me helpen, alsjeblieft? Dank u. Ik bedank u heel hartelijk, u en meneer Raj. Heel hartelijk bedankt. En dat geld, wie is jarig? Meneer Udiet, Zurin Udiet. Meneer Zurin Udiet, hartelijk gefeliciteerd met uw jaardag. En deze, anoniem hè? Nee, ja, één is anoniem en de andere is meneer Abdul Sahid Jan Mohammed. Meneer anoniem, u wordt hartelijk bedankt. In deze dure tijd, toch neemt u iets weg om ons armen te helpen. Hartelijk bedankt. En deze meneer is Abdul. Ja. Hartelijk bedankt. Hartelijk gefeliciteerd. U allemaal, hartelijk bedankt. Ik dacht dat u niet zou komen. Zo lang. Ik weet, u hebt het ook druk. Heel hartelijk druk. Oké, dank u wel. Ja. U kijkt er nog steeds naar Stichting TBN Yipide, het programma waar de grote hand, de kleine hand helpt in de gemeenschap. We bedanken alle donateurs die dan ook de donaties hebben gegeven, zodat wij dan de verschillende gezinnen kunnen bijstaan. En zo zijn we er dan bij deze alleenstaande vader van twee dochters. En hij krijgt er dan van een donateur, dat is dan een echtpaar van de Quatta, die dan een zak rijst hebben gedoneerd. En van marktmeester Gautam Dhanai, de welbekende groentepakket.
We hebben er van meneer Abdul Zahid Jan Mohammed. Ja, meneer Abdul Zahid Jan Mohammed is van de commissaris Wijtingweg, leiding 11. Hij wordt er op 28 april 76 jaar en hij doneert er een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. En dan hebben wij een meneer die anoniem wenst te blijven. Ik envelop met 400 SRD. En Rinesh en Varsha. Ja, Rinesh en Varsha. 350 SRD. Kusma Tebole, donateurske. Stichting Jepide die doneert er ook aan Oma Santoki en dat dan dankzij de gesten van de verschillende donateurs welke we hebben gehad. En daarvoor bedanken wij de donateurs ook van harte. Oma Santoki ziet u dus hier zitten op haar bed en ze krijgt er van een echtpaar uit Quetta een zakkenrijst. Van marktmeester Gautam Dhanai, zijn welbekende groentepakket. John Chowerhe, mevrouw Santoki. Op het huis, ik meneer, mevrouw Kwatake. Naam namange, Madielse Pathal. Adjunter Karihe, op het huis, marktmeester Gautam Dhanai. Ik lerka, Stephen Jinku, is op 12 maart 12 jaar. En de ouders van Stephen Jinku, die feliciteren hun zoon. Zo zijn woonachtig in Rotterdam, Nederland. Arijon Lerka, heer Stephen Jinku, op het huis ik envelop opnaam, alstublieft. Rinesh en Varsha, ja, Rinesh en Varsha, het huis ik envelop met 350 SRD, alstublieft. Aan meneer Abdul Zahid Jan Mohammed, meneer Jan Mohammed, Rehe leiding 11, commissaris Wijtingweg. 28 april, kehoi 76 jaar. En meneer Abdul Zahid Jan Mohammed, abgat het huis 500 SRD. Jena donaties, he? Kusmate bole, mevrouw Santoki? Het huis of kebara danbar malik banaire, jin ju janger chale toro. Sapke big bhul chuk maaf kar dier, beta tulon pethawe, bachan sap mooi se rahe. Sau baris diyodja tohu ke volila. Oma Santoki die laat de donateurs van harte bedanken. Bedankt hun, wenst hun heel veel geluk, heel veel gezondheid toe. Dat ze lang mogen leven, lang, dat ze 100 jaar mogen worden en meer. Wenst hun heel veel gezondheid toe. Ze brengt haar hartgrondige dank uit. Het gaat niet zo best met de gezondheid van Oma Santoki. Vooral het lopen gaat een beetje moeilijk. Dat doet ze hiermee. Dat hebben we u al geruime tijd gezegd. Zij moet er met ondersteuning lopen. Maar het gaat ook hier om een bejaarde mevrouw, 80 plus. Is zij kinderbaat heb, mevrouw Santoki? 11 april, ik hoop 87. Ja, u hoort het zelf. Op 11 april, gezegende leeftijd, 87 jaar. Intussen ook wat kinderen, onlangs een zoon verloren, dochter overleden. En dat is toch allemaal heel hard en heel zwaar voor welke moeder het dan ook zou zijn. Of voor elke moeder is dat een heel zware klap. Zo bedanken wij nogmaals de donateurs die Oma Santoki hebben bedacht. Nogmaals donateurs, van harte dank. U kijkt er nog steeds naar TBN Jepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. En we zijn er ook thuis bij moeder Sine, moeder van twee kinderen. En mevrouw Sine die krijgt er van de heer Abdul Zahid Jan Mohammed. Op 28 april wordt hij 76 jaar, mevrouw Sine. Deze meneer woont er aan de commissaris Wijtingweg. En u krijgt er van hem een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. Van een heer die anoniem wenst te blijven. Ja, van een heer die anoniem wenst te blijven krijgt u 400 SRD. En van de heer Rinesh en Varsha. Ja, Rinesh en Varsha, 350 SRD. U hebt er een zakkenrijs van een echtpaar van Quetta en groente van marktmeester Gautam Dhanai. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ik wil ze allemaal dankbaar zeggen hoor. Ja.
We doneren ook aan oma Sinem. En oma Sinem, meneer Abdul Sahid Jan Mohammed, etana leiding 11, commissaris Weitingweg, tap 28 april, aan meneer Dizi Outap 76 jaar. En ataki Mimji oma Sinem, ook toewang envelop. En je kiest voor meneer Dizi, 500 SRD alstublieft. Voor mevrouw Dropati, Nanga Ishita en Amora. Mevrouw Dropati, Ishita en Amora, je kiest een envelop, alstublieft. En voor meneer, Sano Waningning, Mananga Alaati, hele Nanga Liefde IG, 400 SRD. Alisi, voor echtpaar voor Kwata. En Gruntu, voor Markmeester, Gautam Danai. Ik ben tegen de donateur van Sani. Ik ben alle dingen envelop, dus je meneer Nanga mevrouw. Oma Sinem, dankje, dankje, God zegen. Oma Sinem, Stefan Opoem. Dat toch mee breedte, of anyone sani, nanga mevrouw, nanga meneer. Dat dankje, dankje. Nanga meneer, sa eigen gruntu, nanga Alisina. Ja, dat schreef ik. God zegen, mevrouw Siri, sari, mee breedte. Vaf Oma Sinem, vaf Oma Sinem. Af en toe ververen, maar meneer. Aan kinderen. Mijn no sabi. Dan mijn praserie met een gado contact met snel. Ta? Je wang ona gado? Ja. Ik overi kaba? Ja. Gede na grondapu ververen, pa. Zo meni broko, zo meni praserie, ta meneer. Mene veri bong, altijd te midring, schreefi zo so dede sma. Ja. Is goed, meneer. Dankje wel. Allemaal zijn ze in de envelop. Oma Sinem. Oma Sinem beriti sote. God bless you. Alade. No vergitanga Oma Sinem. Ta? Pastego na gado. Dat ook vergiti. No, mi no vergiti. Ah, goed. Oké. Is goed. De heer Joku die kreeg er op naam een enveloppe van de 12-jarige Stephen Jinku. I lerka barabariskebhel, meneer Joku. Ook een naam van Stephen Jinku, Nederland merge. En wij feliciteren deze jongeman. En we zijn blij dat hij al op jonge leeftijd denkt aan zijn medemens. Of schoon hij er helemaal in Nederland woont, denkt hij toch aan personen in Suriname. Abgat Pathijs, ik envelop, heer Joku. Meneer Abdul Sahid Jan Mohammed, commissaris Weitingweg, leiding 11 keer. Op 28 april wordt hij 76 jaar. Op gaat met heil ik envelop met 500 SRD. Maar ik persoon he, op een naam namange, maar deelse met heil, 400 SRD. Reist van een echtpaar van Kwata. En Markmeester Gautam Danai en Mark Venters, op gaat met heil, groente. Kusmate Bolle, donateurske. Ook boet aan wat deed hij, ook appa moest je school paren, appa gian bijhouden, als je ook een maaibabie ook een lerker bij paar houden. Sapjes bij je lerker, die appa school moest je jij, appa kaga die kloman niet karen, appa moest je paren. Dat ook boet aan wat hij, jullie kijken. Ja, uw naam namen, anoniem. Ja, jongen mevrouw envelop betalen, ook boet aan wat, ook maar. Meneer, meneer. Jongen envelop betalen. Ook al boet dan wat, ook al mijn barakat is, ook al sekti en taakat deven, Bhagwan, kripa se. Meneer Abdul Sahid Jan Mohammed. Meneer Abdul Sahid, meneer, ook al dan wat, ook al mijn barakat is, deze Bhagwan, ook al rachakari, ook sekti deven, taakat deven. Het al boet dan wat om. Bij mij lonken, dek je, als John kon, John Marek hij, ook heb je boet dan bij wat grond ook hè, ook wat die, chaur ke boet dan baat hij. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. U kunt in contact treden met Stichting Yepide op de volgende telefoonnummers 857-347, 857-347, 87.
4x9 = 3. 8-7-4x9 = 3. Of u belt er op het kantoornummer 43-99-23. 43-99-23. Of u loopt er langs aan de Kokobiakoweg nummer 48. U mag ook doneren via onze bankrekeningnummers. Euro, US dollar, SRD, Hagerenbank. U ziet alle informatie hier onderaan in beeld. Of u kunt er persoonlijk langslopen aan de Kokobiakoweg nummer 48. En u wordt er daar vriendelijk ontvangen door de dames die u dan ook voorziet van alle informatie. Wij bedanken nogmaals het echtpaar van Quetta voor hun zakken reis welke zij hebben gedoneerd. Marktmeester Gautam Danai, alle anderen die hun financiën in enveloppes hebben gedoneerd. We zijn u allen zeer dankbaar, zeer erkentelijk. Zij die gedoneerd hebben omdat ze jarig zijn, de felicitaties. Met heel veel geluk en gezondheid wensen wij u toe namens het totale team van Stichting JPD. Wij bedanken verder cameraman Raj Mahangu, Sunny Rambali voor de editing, de dames Rishma en Supraya van de administratie, de directie, Kenneth, Marijke en Kavish Rambali voor hun ondersteuning aan Stichting JPD. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.